Nederlands. En dan kan dat ook op dat moment wat gemakkelijker met lezen en schrijven. En dat is waar nog steeds wel over gediscussieerd wordt. Dit is Sam Patipeluhu, leraar op een dovenschool. Net als Tony Bloem is hij een fervent voorstander van gebarentaal. Ook en vooral in het onderwijs, waar gek genoeg gebarentaal nog nauwelijks wordt gebruikt. Maar niet iedereen denkt er zo over. Recht tegenover de opvattingen van mensen als Patipeluhu of Bloem staat de mening van dokter Anton van Ude, die tot aan zijn pensionering in 1977 verbonden is geweest aan het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. En dat is juist mijn grote punt. Wij willen die doven alle kansen geven die ze maar hebben. En dat betekent vooral lessen leren lezen. Dat is een belangrijke. Als ze niet kunnen lezen, dan zijn ze uit de maatschappij en ze zijn volkomen afhankelijk van anderen. En dat kan ik niet accepteren. Als er in Amerika maar 10% is wat kan lezen, het hoogste niveau heeft van 10-jarige normaal horende kinderen van de reguliere school. Nou, dat vind ik veel te weinig. Dat moet de helft zijn, minstens. Minstens. Ja. Ja, ik ben het natuurlijk met u eens als u zegt dat het belangrijk is dat dove kinderen leren lezen en schrijven. Maar dat kan toch geen reden zijn om gebarentaal af te wijzen en niet als taal te beschouwen? Ik geloof dat je moet, op de eerste plaats moet zetten de feiten. Dus wanneer een kind van jongs af aan in gebaar is opgevoed, en die gaat het dan desnoods tweetalig doen, zoals tegenwoordig dan voorgesteld wordt, dan zal het getal dat werkelijk tot vlot liplezen en spreken komt, en dat zal bijzonder klein zijn, en het getal wat ook het lezen komt zal ook bijzonder hoe klein zijn. Hoe weet u dat? Dat blijkt uit de feiten. Maar hoeveel kinderen zijn er tweetalig al opgevoed? Hoeveel kinderen zijn er al tweetalig opgevoed op die manier dat je ze eerst als moedertaal gebarentaal geeft en daarna... Er zijn er toch al heel wat, zullen we zeggen. Nou, Tony is er zo een. Jazeker. Nee, dat weet ik wel. Jazeker, maar je hebt dan voldoende aantal om een goede vergelijking te kunnen maken. En dat is zonder enige twijfel. Er zijn ook verschillende studies, ik kan die niet allemaal van buiten opnoemen, maar dat is een feit. Nou, u zegt dus, als je als kleinkind met gebarentaal wordt opgevoed, heb je een veel grotere kans dat je niet goed leert liplezen, spraak afzien en lezen. Precies. En ik zeg u dat als iemand één taal als basis heeft, dat hij dan stukken beter wordt in een taal daarnaast. En dat is nu echt iets dat uit allerlei onderzoek altijd weer naar voren komt. Dat je één basistaal moet hebben en daarnaast kan je dan nog allerlei andere leren. Klopt. Er is uit onderzoek van gesproken talen. Daar hebben we ook weer een typisch punt. Ook weer twee groepen. Je hebt sommige mensen die van jongs af aan tweetalig zijn opgevoed. Die heb je ook. Zakenmaar zeggen, ja zeker, daar weet ik alles van. En er is ook heel wat onderzoek over. En dan krijg je een heel typisch verschijnsel. Als die zeer intelligent zijn, dan blijken ze naar de hand in de school. Zal ik maar zeggen, Engels en Spaans, wat een van die onderzoeken is. In Canada is het Engels en Frans, maar goed, daar komt er nou niet op aan. Komt zotweg op hetzelfde neer. Dan blijken die kinderen die zeer intelligent zijn, in beide talen te excelleren. Maar de kinderen die gemiddeld of nog niet zo intelligent, ik wil niet zeggen zwak begaafd, maar niet zo intelligent zijn, die onder de 115 IQ liggen, om het exact te zeggen, die blijken in beide talen achter te blijven. Dat is een merkwaardig verschijnsel onder normaal horende kinderen van tweetaligheid. We kunnen dus niet zonder meer zeggen, tweetaligheid, dat brengt de kinderen verder. Dat geldt voor de zeer intelligente kinderen. Ik had het er ook over dat je begint met één taal te leren en dat zeker lijkt mij een heel belangrijk punt. En kijk, we kunnen natuurlijk nu wel doen alsof doven alles kunnen, maar ze blijven toch één ding volgens mij niet kunnen, dat is horen. En ze hebben in ieder geval niet, als ze net beginnen, de mogelijkheid om op basis van gewoon rustig spelend, rondkijkend enzovoort te leven, vanzelf een taal in zich op te nemen. Ja. Nou, die hebben ze wel op het moment dat je ze gebarentaal bijbrengt. Wat zegt u daar dan van? Vindt u dat helemaal geen argument? Want nu vraag je van doven altijd zo'n extra inspanning. Nou, luister. Ik begrijp uw argumentatie, want die wordt dikwijls ervoor gebracht. We moeten onthouden, u zegt net, de mensen, die kinderen zijn doof. Dus dat liplezen en dat spreken, dat komt niet zo vlot en niet zo vanzelfsprekend
als bij normaal horende kinderen. Oké. Nu moeten we het volgende punt goed in de gaten houden. Liplezen en spreken, en vooral het liplezen met hoorapparatuur gebruiken natuurlijk, is wat we noemen een ecologische functie. Dat is een functie die alleen maar zich ontwikkelen kan wanneer werkelijk de omgeving die functie voortdurend uitdaagt. Uh-huh. En wanneer dat niet is, dan komt die onvoldoende op gang. Ja, ik vroeg mij nog iets anders af. U heeft het erover dat gebarentalen niet hetzelfde zijn, niet hetzelfde kunnen als echte talen. Maar een van de aanwijzingen om nou toch aan te nemen dat er niet zoveel verschillen zijn tussen gebaren en gesproken talen, is zijn al heel vroeg te vinden. Dat is nog niet zo lang geleden een onderzoek geweest, waar ze dus kleine dove babytjes vergeleken hebben met kleine horende babytjes. En als je ziet de fases die doormaken, horende kindjes beginnen met van die onzinklanken van da-da-da-da, ba-ba-ba-ba. Daar beginnen de dove kindjes, die dus ook dove ouders hadden en dus opgevoed goed werden met gebarentaal. Dat begrijpt u. Die beginnen met een aantal handvormen die ook op zich betekenisloos zijn. Dan beginnen ze dus herhalingen erin te stoppen. En het gekke is, als je dus ziet, je kunt die twee heel goed vergelijken. Het is zelfs zo dat op dezelfde leeftijd, precies dezelfde leeftijd, de eerste woordjes en de eerste gebaartjes die dus betekenis hebben opkomen zetten. Maar het is niet eens zo dat de eerste gebaren die gebruikt worden nou direct van die uitbeeldende, gemakkelijk te begrijpen gebaren zijn. Dus het is wat dat betreft, als je ziet hoe die twee gelijk opgaan, dan zou je daar misschien toch ook, in ieder geval door die onderzoekers dat, de conclusie aan kunnen verbinden dat het aangeboren taalvermogen dat de mens heeft op verschillende manieren, maar wel in een gelijksoortig tempo en met gelijksoortige stapjes ontwikkeld wordt. Ja, wat... daar ben ik van overtuigd. Ik kan me niet anders voorstellen. Als je een doof kind hebt van dove ouders en die dove ouders die alleen maar gebaren gebruiken en veronderstel, en ik denk dat ze weinig naar de mond zullen kijken, of schoon waar mogelijk is dat ze en gebaren en spreken gebruiken. Dat die kinderen natuurlijk bepaalde handstanden gaan nadoen. Uh-huh. Zeker, dat zullen ze misschien stuntelig doen en dat is een brabbelfase. Daar ben ik volkomen met u eens. Ja. Maar waarom zou dan, denkt u, die ontwikkeling op een gegeven moment niet meer gelijk opgaan? Want op een gegeven moment komen we dan in de fase waar gesproken talen echte talen worden, volgens u, met een syntaxis en een grammatica. Ja, en bij gebarentalen zou dat niveau niet bereikt worden? Nee, dat is inderdaad zo. Ik vind het nogal grof hoor, wat u zegt, eerlijk gezegd. Ja, inderdaad het is, zo. Het gaat vrij ver om te zeggen dat gebarentalen, u zegt feitelijk dat ze toch minder waardig zijn aan gesproken talen. En dat is toch een beetje raar, want wat ik dan bijvoorbeeld niet begrijp, is hoe het kan dat alles wat ik hier zeg, daar achter u vertolkt wordt voor Tony en alles wat...